Yo mensen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik Brawl Stars. En heb ik in Brawl Stars een nieuwe knokker ontgrendeld. Zoals jullie hier al zien, ik pak hem er even bij. Heb ik namelijk de knokker Lou ontgrendeld. Ik ga er zo een paar potjes mee spelen. En aan het eind van de video geef ik ook een cijfer hoe goed ik hem vind. Als eerste ga ik een potje solo showdown doen. Ik spawn naast een Dynamite, oké. Okay. Ik ga meteen even weer een paar hitjes te doen. Nice. Ja oké, okay, wat dom, hij gaat wel mee in. Open dit kistje even, dan heb ik sowieso 3. Hoppa. Ik weet als ik die special doe, dat ik hem dan iemand in zo'n ding doe. Kijk, wacht. Ja, zoiets in zo'n ding. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. In zo'n windding of zo. Dan wordt hij teruggeblazen in de sneeuw. Eigenlijk een soort van sneeuwstorm. Ik ga even weer dit kistje openen. Oh, wacht. Daar is een Jackie. Oké, okay, Jackie kan hier niet bij. En Trump. Wat een naam. Oh, hij pakt wel goed die doosjes. Nee, oh, ik zet even mijn special in. Oké, ik doe hem damage. Oké, nu kan ik er gewoon heen. Ja, ja, ja. Let's go, let's go. Oh, ik vind deze knokker best wel chill. Ik ga nu even al deze doosjes openen. Ja, kijk, kijk, kijk. Deze kunnen we makkelijk winnen. Ja, oh. Nee, niet wegrollen. Oh, nee. Oh, come on. Wat gaat hij nou de storm in? Nee, dit kan hij nooit winnen. Ja. Hoppa, we hebben gewoon het eerste potje meteen met Lou gewonnen. Dat is echt heel erg nice. Maar nu wil ik een potje knokbal doen. En kijken hoe goed hij in knokbal is. Trouwens, we hebben hier ook... Oh, dus coins. Mooi meegenomen altijd. We hebben ook een potje knokbal. We gaan kijken of we deze kunnen winnen. Ik speel tegen Barley, Jesse en Nita. Oké, okay, nice. Want Jesse doet mij wel meteen flinke hits. Nee, dat mag niet gebeuren. Oké. Okay. Oké, okay, hopelijk kan ik hem killen. Ja, oké, okay, nice. Okay, die Nita, nee. Oh, nee, nee, nee. Ja, oké, okay, top. Nu kan ik weer hits doen. Oké, okay, top. Ik heb mijn special. Ik pak de bal even. Oké, okay, die Barley, die gaat wel dood. Hopelijk kan ik dan zo even zelf een mooi doelpuntje maken. Nice. Hoppa, trickshot. Let's go. Hoppa. Ja, ik kan die trickshots nog. Ah, heerlijk. Goed, ik zou nu even proberen... Die Barley wil het hitsen. Oh, ik heb een beetje lag. Maar goed, oké. Okay, ja, ze gaan allemaal in. Dan is het nu al klaar. Nee, krijg ik serieus die beer achter me aan. Come on, give me that goal. Zal hij hem scoren? Ja, hij loopt hem gewoon in. Oké, okay, hoppa. Dan hebben we dit potje ook gewoon. Hij gaat ondertussen best wel snel. We hebben al 2 potjes gespeeld waarvan we beide gewoon allebei hebben gewonnen. Best wel nice. En trouwens, ik kan ook nog wel even deze nieuwe game mode doen. Die is ook wel nice. Dan moet je gewoon eigenlijk niet doodgaan. Dat is het doel. Want je moet 3v3. En wie als eerste doodgaat. Weet je zeg maar waarschijnlijk wel. Wie als eerste alle teams dood. Al de drie de mensen zeg maar dood zijn die winnen. Nu first doe de 3. Of de 2, sorry. Oké, okay, daar is een builder. Moet ik wel voor oppassen. Oké, okay, ja, daar was ik wel bang voor. Dat Shelly en die builder erin ging. Oké, okay, ik ben nog in mijn eentje over. Oh nee, we zijn er alle drie nog. Oké, okay, nou is alleen die Colt nog. Ja, oké, okay, hoppa. Dat was de eerste knockout overwinning. Op zich, als je dit de hele tijd doordoet, denk ik. Aan het begin dat je echt heel snel cups kan pakken. Goed, oké. Okay. Moet wel oppassen. Ik zet meteen even daar mijn special neer. Ja, kijk. En hoop ja, tot die bull terug gaat. Ja, inderdaad. Ja, nice. Dit moeten we winnen. Oké, okay, die Edgar gaat in. Ik weet waar die laatste zit. Nee, dat dacht ik dus al. Die zit hier. Ja, ja, yeah, let's go, let's go. Oké, okay, ik zet even mijn special neer. Ja, deze kan ik gewoon al in, denk ik. Ja, hoppa, dan hebben we deze ook gewoon. Dat is nice. Dit ging eigenlijk best wel snel. Goed, dan ga ik ook nog, denk ik, 1 potje. Première. Oké, okay, dit is alleen maar bosjes. Dit is niet zo'n hele goede map. Ik was vergeten naar de map te kijken. Maar goed, het is ook wel leuk om te testen in zo'n map, zeg maar. Oh, 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 een Penny. Oké, okay, uit de buurt gaan. Bij mijn teammates. Kan ik hem killen? Ja, let's go. We staan al 6-1. En we hebben de blauwe ster, dus dat is ook nice. Oké, okay, die Penny kan ik daar killen. Ik zet hier even mijn special neer. Hoppa, hoppa. Zo. Oeh, dat lukte net. Nee. Oh, dan hoop je altijd dat hij net niet doodgaat. Ik vind die special wel erg chill. Maar die Dynamite heeft echt veel sterren. Dus je moet er wel goed gaan verdedigen. Ja, ik kill hem lekker. Let's go. Ik ga ook al bijna naar de 6 sterren. Oh, nee. Oh, die bull die doet niks. Let's go. Nice, we hebben hem gekild. Ja, dit moet goed komen, denk ik. Ik ga gewoon een beetje naval.
Maar nee, die stug gaat dood. Het is natuurlijk, als je zo'n val doet, nog niet zo 1, 2, 3 gewonnen. Zullen we deze even pakken? Oh, het doet mij wel damage. Ik ga nu weer terug. Oké, daar komt die boel aan. Moet de specialist... Oh, daar zijn ze allebei. Nee. Oh, nee, ik ga dood. En nu staat 23-17. Ik probeer weer snel te lopen. Nee. Wifi, doe even mee. De top. Nee, ik mag niet weer doodgaan. Dat was echt slecht van mij, maar goed. Nou, dit wordt nog wel spannend trouwens. 27-25. 32-28. Die Nita, of die Penny. Moeten we hebben. Ja, oké, nou, ik heb die Penny. Ik zit nog even spersioneren, dan moet het goed komen. Ja, opa, let's go. Nu weten we wel zeker dat het goed komt. Het was nog even spannend op het eind, maar alsnog weet mijn team het toch weer over de streep te trekken om te winnen. Ja, het is zeker winnen. Maar dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik zou trouwens nog een eindbeoordeling geven over Lou. Ik vond het een erg chille knokker. Ik geef hem voor nu een 8. Ik heb natuurlijk waarschijnlijk alleen maar tegen bots gespeeld. Maar alsnog een 8. Ik vond hem redelijk goed. Maar bij sommige dingen dacht ik het kon beter. Zoals de special dacht ik kan misschien iets sterker. Maar goed. Dat was natuurlijk veel. Wil ik je allemaal weer bedanken voor het kijken. Je bent echt baas als je nog kijkt. Dan natuurlijk zeker dat likeje. En abonneer. We hebben natuurlijk de 1000 abonnees. Daar wil ik je ook enorm voor bedanken. Maar dan zou ik niet echt zeggen tot later.